Letterlijk 5 minuten, over 5 minuten is al 6 en ik moet nog steeds eten. En ik zit nog steeds te wachten op Rick. Want hier, die is naar de kapper geweest. Dus, en wat ik ook moet... Top dat je kijkt naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En heerlijk geslapen. Nou, eigenlijk heel kort geslapen. Ja, best slecht geslapen. Dus ik dacht, ik laat me eerder naar de uit bed gaan, maar ik heb wel eigenlijk amper kunnen slapen. Maar alsnog, een beetje kunnen slapen in ieder geval. En eens gewoon wel weer wakker geworden. Maar mijn vriendin gaat me ook nog bellen, denk ik. Want die wil me wakker bellen. Maar ik kan niet zeggen dat ik ineens per ongeluk eerder wakker ben geworden. Maar ja, ik ga even lekker klaarmaken. Maar als ik al zei dat ik eerder wakker ben geworden, is ook zo. Dus. Maar ja, ik ga even lekker wakker worden in ieder geval. Ik kan wel vast, je hebt geen nut. Het is donker. Maar even deze rolgordijn even opengooien. Het is denk ik vast wel donker. Denk ik, weet nu al. Ik kan voor mij even wennen, want ik heb het nog nooit meegemaakt. En nu ga ik het voor altijd een keer heel vaak zien, eigenlijk. Dat het gewoon donker is. Door het wennen van mij. Ongelooflijk veel echt wennen van mij. Maar ja, ik denk voor Ganja ook dadelijk een wennen wordt, want dat ik heel vroeg wakker geworden. Elke dag. Behalve in de weekend natuurlijk, dan ga ik lekker uitslapen. Dus. Maar ik ga nu even lekker wakker worden. Ik denk dat jullie ook vaak, als jullie naar school moeten, dan ja, jullie kunnen dan nog slapen. Maar al hoe laat ik nu wakker ben, is denk ik niemand nooit wakker geworden, denk ik. Maar ja, klaarmaken om naar werk te gaan. 7 uur beginnen. En het is nu 5:30 geweest. Het was eigenlijk ongelooflijk even wennen. Ik ben al lekker nu thuis gekomen. Maar wat ik al zei, het is ongelooflijk wennen om weer te gaan werken in de ochtend. Ik heb het al eerder gedaan. Dus vandaar ik weet hoe de ervaring van is. Maar ja, ik ga daar even Rick appen. En dan kijken of hij mee wil naar de winkel om boodschappen te doen voor de bovengroep. Ja, en het is nu over 12:30 al 1:00. Dus het gaat tijd gehard. En ik was lekker 11:00 klaar. Dus ja, dat is ook wel even lekker. Dus ik zit even hier zo goed te doen, want anders laat het los. Zo. En dat wil ik niet hebben. Want het zit net zo lekker goed op, namelijk die van de lichtjes. Deze. Ja. Komt al een keer dat ik hem goed zou doen. Maar ja, zo meteen even Rick bellen, kijken of hij wakker is. In ieder geval. En jullie gaan het wel horen. En nou heb ik iets van Rick gehoord. Nou jongens, toen ik hem belde had, was hij aan het slapen, helaas. Maar ja, ik ga nu maar dadelijk wachten op Rick, want die gaan eerst naar de kapper namelijk. Die mensen hebben al wat anders te doen en daarna komt hij jullie beweren. Dan gaan we even samen. Ja, wat we gaan doen is dat laat ik zo meteen wel zien. In ieder geval ga ik even. Even dadelijk vanavond even eten halen voor vanavond. Maar dan wacht ik eerst op Rick. En wat waait het ongelooflijk keihard buiten. Niet normaal. Ik heb al ramen in eigenlijk al dicht gedaan. Ik heb kachelhoog gedaan, omdat ik heb ongelooflijk ook nu. Ik krijg nu ook koud. Dus vandaar. Dan ga ik nu maar even een beetje opwarmen in ieder geval. Want ik heb ongelooflijk koud. En over een uurtje ga ik Ganja eten geven. Want ik krijg denk ik ook een gesprek. Ganja? Die zit echt te staren. Hè? Ganja, klaar. Move nou. Met gekrap. Ja, dus ga ik even lekker. Of daar ik even wachten op Rick en dan ga ik elkaar met hem naar de winkel. Letterlijk 5 minuten, over 5 minuten is al 6 en ik moet nog steeds eten. En ik zit nog steeds te wachten op Rick. Want hier, die is naar de kapper geweest. Dus, en wat ik ook moet halen is even eten van de kat. Die moet ik ook hebben. Die moet ik ook niet vergeten, ga ik ook gelijk halen vandaag. En dan ga ik die even lekker, voor morgen in ieder geval. En als ik dat vergeet, heb ik gelukkig morgenmiddag natuurlijk ook nog. Maar we gaan klaarmaken dadelijk even mee. Jas aan te trekken en naar beneden te lopen en dan richting de supermarkt ga ik lekker eten halen. En dan zien jullie dadelijk weer dat ik thuis ben. En dan zie je dit en dat, dat gaan jullie allemaal wel allemaal zien. Maar ja, dat allemaal dus. Ik ga nu dan dus nogmaals klaarmaken om dadelijk naar beneden te lopen om lekker te eten. Halen. Ja, eten te halen. Ja. Laten we dat even doen.
Ik heb er best wel trek in, nu. Ik krijg nu al een beetje honger. Nou, de plannen zijn gewijzigd. Rick en ik gaan hier bij elkaar eten. Dat was de bedoeling dat we bij elkaar gingen eten. Maar, ja, dat gaat helaas niet door. Want de reden is, het is bijna al over 10 minuten is het al 7 uur. En ik dacht, weet je, ik moet nog eten. En ik ben een beetje te laat met eten, want Rick, ik ging wachten op Rick om samen boodschappen te doen. Maar mijn pizza moet nog in de oven. En moet ik nog wachten en dan kan ik pas eten. En na eten ga ik dan naar Rick toe. En dan eerst even lekker persconferentie luisteren. En dan naar Rick toe, naar de pers in ieder geval. Maar dan ben ik als het goed is al klaar met eten. Dus we gaan het zien. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het allemaal gaat met maatregelen. Als jullie nu kijken deze vlog, weten jullie de maatregelen al? Maar ik nog niet, maar ik ben wel benieuwd. Laat even weten in de reactie. Wat vinden jullie van die maatregelen? Ik leg het erbij neer. Dat is de enige kans die ik kan zeggen. En er wordt als het goed is naar gekeken. Naar deze deur. Dus ja. En dit gaat alleen maar erger worden als je kijkt. Want normaal was het eerst hier zo. En nu gaat het echt naar hier deze hele deur toe. Hele onderkant nu. En dat is echt... foute boel. Echt een foute boel. Dus nu is het 100% noodzakelijk dat mijn deur nu eigenlijk wordt gemaakt. Echt waar. Nou, ik was even lekker bij Rick geweest. Was super gezellig. Gekletst, overal nog wat. Dus gewoon even lekker gezellig. En ja, wat we willen over praten kan, vind ik. Mijn mening kan het niet op YouTube. Dus ja. Maar ja. Zaterdag komt er wat leuks aan. Als ik goed heb. Over een paar dagen ga ik erover vloggen. Maar in ieder geval, ik ga binnenkort wat leuks doen in de weekend. Maar wat? Ga jullie binnenkort wel een klein beetje zien. Maar niet veel. Maar dat gaan jullie binnenkort wel horen. Gaia ligt lekker op de bank, zie ik. En Gaia, die is soms wel af en toe is ondeugend om mijn bank te zitten. Zonder mijn toestemming. Hey. Ik geef je geen toestemming ervoor, hè? Dat weet jij. Maar je bent wel liever. Maar ja, dus dat. En dan was zelf super gezellig even bij Rick. Lekker wezen kletsen. En ik heb weer wel verkocht wat hoger aangezet. Want ik had het best wel warm eigenlijk, namelijk. Koud bedoel ik wel zeggen. Dus nadat ik even kachel hoger heb gezet op 24. En dan vannacht ga ik hem even wat lager zetten. Ik denk 22 of 21. Moet ik even kijken. Ik ga me lekker maar klaarmaken om naar bed in te gaan. Ik heb al rolgordijnen dicht gedaan. Alleen ik ga hem nu lekker, wat ik al zei, klaarmaken om lekker mijn nekje in te gaan. Morgen weer een dag. En morgen wordt hopelijk wat langere vlog. Dan moet ik even kijken. Mijn excuses in ieder geval nogmaals dat het een korte vlog is. Maar het is omdat ik heel veel dingen achter het scherm heb gedaan. Dus dat is de reden daarvan. Weten jullie dat ook. Niet elke dag kan een leuke vlog zijn, maar het kan ook weer minder leuk en weer leuk. Dus het verschilt elke dag natuurlijk, dat weten jullie ook. Dus nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het top zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Serieoverleg is geweest. We hebben een leuk gesprek gehad. Ik heb met Theo gesproken. Ik heb met andere jury's gesproken. Het was echt wel een leuk gesprek. Ik heb een beetje gelacht zelfs. Maar er kwam een leuke humor allemaal voorbij.